Mijn naam is Hans van Dijk, ik ben hoofd van de afdeling klinische fysica binnen Kempaar. Daarmee verantwoordelijk voor alle medische apparatuur binnen Kempaar en ook alle patiëntbewakingsapparatuur. Kempaar kent 5 centra. Het Centrum voor Epileptologie, het Centrum voor Slaapgeneeskunde, het Centrum voor Neurologische Leren en Ontwikkelingsstoornissen, het Centrum voor Epilepsie Woonzorg en ons onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutze. Kempaar is een derde lijns centrum. Gespecialiseerd in epilepsie en slaapproblemen. We zijn daarmee een van de twee grote instellingen in Nederland. Dat epilepsie gaat natuurlijk gepaard wat mensen goed kennen als, met veel beweging. Misschien kennen mensen ook wel een tongbeet als zijn een kenmerk, gevaarlijk kenmerk ook bij epilepsie. Maar je hebt allerlei soorten bewegingen die mensen maken. En de type beweging die mensen maken vertellen ons ook iets over de oorzaak van de epilepsie. Waar komt die precies vandaan? Waar in het brein ontstaat die epilepsie? En dat zijn gegevens die we graag boven water krijgen. En een van de manieren om dat te doen is video-observatie. En daar gaat dit hele project over. Het project gaat om video's op te nemen en goed na te kijken. En eigenlijk te klassificeren wat voor type epileptische aanvallen patiënten hebben. En daarnaast te kijken van wat voor technologie kunnen we dan gebruiken om die aanvallen te detecteren. Nou, uiteraard begin je met zo'n project met een waslijst aan een pakket van eisen. Heel veel eisen waarvan we zeiden van dat zijn de dingen die we ontzettend belangrijk vinden. Dit moet het kunnen, dat moet voor de gebruiker vriendelijk zijn. Het moet uiteraard goed kunnen opnemen. Het moet een hogere kwaliteit video opnemen dan wat we nu hebben. Daarnaast is het van belang dat het systeem goed gekoppeld is met het EPD, zodat je ook fragmenten terug kunt kijken in het EPD. En dat is heel essentieel natuurlijk voor de arts die uiteindelijk terug moet kunnen kijken van wat was er nou precies aan de hand. Verslaglegging gebeurt uiteindelijk wel in het EPD, maar de volledige verwerking gebeurt binnen het IMAS-systeem. Het huidige VOS-systeem is eigenlijk heel erg gericht op aanvalsdetectie. Het zou heel mooi zijn als we dat breder konden inzetten. En dat hebben we kunnen bereiken door een integratie met ons patiëntbewakingssysteem. Dat betekent dat in elke kamer die we binnen Kempenhagen hebben en waar we een camera hebben hangen, we eigenlijk video-observatie kunnen toepassen. En dat kent dan toepassingen van gedrag, wetenschappelijk onderzoek, klinische vraagstellingen tot aan de aanvalsdetectie, waar het primair voor bedoeld is. Mijn naam is Dennis van Hoek. Ik ben enerzijds verpleegkundige binnen Kempenhagen, anderzijds medewerker binnen ONO, Episode. Dus we doen onderzoeken naar aanvalsdetectie voor nachtelijke epilepsieaanvallen. Binnen afdeling Episode kijken wij de nachten na waarbij patiënten met epilepsie hebben geslapen. En gaan we onderzoeken of die nachtelijke epilepsieaanvallen die de mensen hebben, of die gedetecteerd kunnen worden door bepaalde sensoren. We kijken in het systeem of daar triggers zijn waargenomen en of die triggers juist zijn. We werken sinds kort met het nieuwe IMAS-systeem. Dat is natuurlijk wel even wennen, in die zin dat het er anders uitziet. Maar er zitten ook wel voordelen aan, zoals bijvoorbeeld het reviewen, de nacht nakijken. Dat is iets wat we dus veel doen en wat we ook graag snel doen. Als we dus door de nacht heen scrollen, dan zien we ook een rollend beeld. Dat wil zeggen dat we dus ook gewoon zien wat er gebeurt op het moment wanneer we scrollen, zodat we eigenlijk mogelijk zo min mogelijk dingen missen. Een voordeel van het nieuwe systeem is denk ik wel dat de meldingen die er zijn, dat die ook direct in het systeem zichtbaar zijn en ook benoemd worden als zijnde van aanvallen die ook gemeld moeten worden. Wanneer we de nacht na hebben gekeken, gaan we kijken naar de triggers die er gemeld zijn. En die triggers die er gemeld zijn, gaan we kijken of die dus juist zijn, of dat ook echt epilepsie betreft. Klassificatie die we doen, die zien we dan ook direct terug in het systeem, in IMAS. En daar krijgen we ook een duidelijk overzicht van welke aanvallen waren er, wat voor type aanvallen zijn dat, passen die bij de patiënt en zijn die juist gealarmeerd. Ik ben Noud Heuvelmans, ik ben medisch technoloog op de afdeling klinische fysica van Kempenhagen. Als medisch technoloog hou ik me bezig met software en hardware van alle apparatuur die binnen Kempenhagen gebruikt wordt. Dit project ging het over de ontwikkeling van een nieuw video-observatiesysteem. En dat heb ik als projectleider mogen begeleiden. We hebben het werkproces omtrent het video-observatiesysteem hebben we in kaart gebracht. En daar hebben we uiteindelijk samen gekomen tot een werkbare workflow in IMAS. We staan er in een van de technische ruimten van Kempenhagen. Achter mij zie je een aantal componenten en kabels waar de triggers bij elkaar komen van het patiëntbewakingssysteem. In ons patiëntenbewakingssysteem maken we gebruik van heel veel sensoren. En die kunnen bepaalde omstandigheden triggers afgeven. Die kunnen wij allemaal routeren naar deze ruimte.
En vervolgens zorgen dat de video-observatiesystemen dat binnenhaalt. Een aantal daarvan zijn inderdaad vaste triggers. Maar we kunnen heel flexibel, dat is wat configuratiewerk alleen maar, kunnen we eigenlijk van elke locatie de triggers bij de juiste IMAS-beelden samenvoegen. Tijdens het echt in gebruik nemen van het systeem is nog steeds productief vanuit de firma meegedacht over fine-tuning. En dat is goed in de software om alles zo optimaal mogelijk te krijgen. Bij de eerste parallel draaien, dus dan hadden we nog even voor de zekerheid het huidige video-observatiesysteem en het nieuwe in gebruik. Komen een aantal zaken naar boven toe en die zijn echt met korte lijntjes heel productief opgepakt en tot een goed einde geleid.